Welkom dat jullie er zijn, hier in Hartje Amsterdam, voor weer een half uur vermaak. Mijn naam is Leon de Waal, voor degenen die de eerste keer inschakelen, voor degenen die hier vaker terugkomen in mijn huiskamer, welkom wederom dat jullie er zijn. Wat voor week hebben we gehad? Wat voor week was het eigenlijk? Dat is wel... De afgelopen week waren twee nichtjes van me jarig. En die heb ik kaartjes gestuurd. En ik liep hier in de straat, een stukje verderop staat een brievenbus. En die zat boordevol. Ik heb lang niet meer zo'n volle brievenbus gezien. En dat heeft natuurlijk ook met deze tijd te maken. Hè? Dat mensen nu meer tijd hebben om elkaar weer brieven en kaartjes te sturen. En dat bracht mij op het onderwerp van deze week. Jullie zagen het misschien al aan de voorwerpen van deze week. Kijk hier, flessenpost. Soms komt een brief met flessenpost, soms luchtpost. Ik dacht, we gaan het eens over brieven schrijven hebben. Of kaartjes schrijven. Daar heb ik er allerlei verhalen en gedichten en liedjes bij uitgezocht. We hebben natuurlijk ook weer het heilig boontje van de week. Ook deze week weer. Helaas deze week zonder mijn assistent Jonathan, mijn zoon. Die zit weer op school. Die mocht vandaag weer aan de bak. Deze week al eerder. Dus een paar keer in de week. Nu gaat hij naar school. En dus ook op vrijdag. Dus hij zal er misschien nog in wat vakantiedingen bij zijn af en toe. Maar helaas. Maar zonder hem gaat het vast ook. Brieven en aanzichten. Ja, ik zal eens even mijn eerste gedichten uit de koffer halen. Want ik heb er een paar leuke gedichtjes over gevonden. Schrijf aan je toekomstige liefje een waanzinnig warme liefdesbrief. Stop de brief in een fles, gooi de fles in de glasbak, wacht op een wonder. Eerste gedicht van de week, dames en heren. Ja, kijk, tegenwoordig hebben we natuurlijk Snapchat, WhatsApp, allerlei dating sites. Je kunt het natuurlijk ook nog gewoon proberen, ouderwets. Met flessenpost. Ik weet nog, een vriend van me, die ken ik al heel lang. Ik heb een paar vrienden die teruggaan tot aan mijn middelbare schooltijd. En een van die jongens, Frank, ik weet nog dat hij terugkwam uit Scheveningen van een dagje strand. En dat hij flessenpost had gevonden. In de branding, onder de pier. Hij vond een fles met een brief daarin. Van een jongen uit Engeland. En ik was natuurlijk stikjaloers. Ik dacht, flessenpost, dat is natuurlijk een romantisch beeld. Hè? Van vroeger piraten op onbewoonde eilanden. En die dan flessenpost om gered te worden. Hij had gewoon flessenpost uit Engeland, dames en heren. Hij had dus die brief in die fles gevonden. Van een jongen uit Engeland. Die jongen had daar ook zijn adres bij geschreven. Dus Frank, mijn vriend, ging met die jongen corresponderen. Hij stuurde een brief. Zo van, wauw, dat die brief met in die fles helemaal uit Engeland deze kant op is gekomen. Dat ik hem gevonden heb. En toen bleek dat die fles niet helemaal vanuit Engeland was. Maar op de dag dat Frank die fles in de branding had gevonden. Op Scheveningen. Had die jongen hem een paar minuten daarvoor boven van de pier in het water laten vallen. Want die jongen uit Engeland was in Nederland op vakantie. Dus die fles heeft misschien één minuut gereisd. Maar toch, ik was minder jaloers daardoor. Maar toch, een mooi idee. Flessenpost gevonden aan het strand in Scheveningen. De eerste briefjes die we zo'n beetje schrijven in ons leven.
Tenminste, wat mij betreft. Brieven echt voor een ander bedoeld. Daar gaat dit volgende gedicht over. Het is een gedichtje van Gil van der Heijden. En het heet Briefje. Briefje geschreven, tot een propje gedraaid, achter de rug van de leraar in haar richting gemikt. Karin zien knikken, briefje in haar hand, gelezen dat ik vroeg, schat, loop je nu met mij? Warm en rood geworden, van zenuwen pukkel opengekrapt, Karin, verdomme, briefje was voor Els bestemd. Ja, briefjes gooien in de klas, briefjes doorgeven in de klas aan elkaar. Ja, dat gebeurt. Ik denk niet dat er een schoolklas bestaat waar dat niet gebeurt. Ja, of het nou gaat over een speelafspraakje voor na school met een van je vriendjes of vriendinnetjes. Of zoals in dit geval een liefdesbriefje. Maar met liefdesbriefjes moest je altijd voorzichtig zijn. Je had namelijk verschillende manieren om de post aan te doen komen. Op deze manier, zoals de persoon in dit gedicht, die gooide het briefje, maar helaas kwam bij de verkeerde dame terecht. Je kon een briefje ook doorgeven. En dan werd er mee doorgefluisterd naar wie de brief toe moest. Hij is voor die en die, hij is voor die en die. En dan opletten dat de leraar het niet ziet. Daar zaten meerdere risico's aan verbonden, namelijk de brief was langer onderweg. Dus een leraar of lerares had meer kans om het briefje te onderscheppen. En het vertrouwen wat je moest hebben voor je klasgenootjes. Want er zat er altijd al eentje tussen die het briefje gauw las. En liefdesbriefjes in de klas, nou dat was bij mij in de klas wel een ding hoor. Ja, dat probeerde je niet nog een keer als je dat een keer overkwam. Die meeuw zit steeds in mijn hart, krabben trouwens. Liefdesbrieven. Ja, daar gaat het volgende verhaal over van Annie M.G. Schmid. En dit verhaal heeft de titel De Vliegenier. In de zomer van 1928 hadden wij een meisje in huis uit Den Haag. Ze heette Tops en was net als ik 17 jaar. Haar ouders hoopten dat er een goede invloed zou uitgaan van het domineesgezin dat wij hadden en dat ze wat minder wild en tomeloos zou worden. We konden geweldig goed met elkaar overweg. Op een avond, toen mijn ouders niet thuis waren, vonden wij op zolder een grote zwarte struisveer van mijn moeders oude hoed. Juichend kleedde zij zich spiernaakt uit, stak de struisveer in haar achterste en danste in de salon op de jazzmuziek van Jack Payne uit Londen. We verzamelden foto's van filmsterren, Rudolf Valentino en Ramon Novarro waren onze helden. Vliegeniers, piloten van de KLM werden beroemd omdat ze naar Australië vlogen en naar Batavia. We verzamelden foto's van Smirnoff en Parmentier. Er stond een berichtje in de krant dat de KLM de hele dag rondvluchten zou uitvoeren op een vliegveldje in Vlissingen. Op die dag mocht je dan een rondvluchtje maken boven Walcheren. Een kwartiertje in de lucht, het kostte 30 gulden. Wij besloten ervoor te gaan, Tops en ik. We hadden nog tijd genoeg voor die grote dag aanbraak. We gingen kruisbessen plukken om geld te verdienen. Waarom willen jullie geld verdienen, vroeg mijn moeder. Je krijgt toch alles wat je nodig hebt? We willen allebei een ukulele kopen, zeiden we. Oh, heel leuk, zei ze, dat is weer eens wat anders. In de vakantie plukten we als razende kruisbessen. Onze handen en armen zaten vol krabbels, want het was een stekelig werkje. Thuis mochten ze niets weten van ons plan. Vliegen, stel je voor. We moesten dus een alibi verzinnen. Er is een feestje van school en we blijven bij Antoinette slapen, zeiden we. Antoinette was een vrouwtje bij wie we elke dag onze boterham aten als we tussen de middag uit school kwamen.
Ze was een trouwe bondgenoot en zwoer dat ze niets zou verklappen. We reden op de fiets naar Vlissingen. We vonden het vliegveldje en daar stonden, behalve veel mensen, twee fokkervliegtuigen van de KLM. Er stond iets op van HNAC en nog wat. Het was uiterst opwindend. Hoe het kwam dat we onmiddellijk bevriend raakten met de piloten, dat weet ik niet meer. Ze heten allebei Jan en ze waren van top tot teen in het leer. Leren helmen, jassen, handschoenen, het kon niet spannender. Waarschijnlijk waren ze geroerd door onze bloederige krabbels en mochten we elk naast een Jan zitten in de cockpit. Naast een echte vliegenier zitten was een nog grotere sensatie dan het vliegen zelf. Hoe eenvoudig was zo'n vliegtuig toen? Enkel maar een man aan het stuur, net als bij een auto. We mochten de volgende vlucht weer mee. En de keer daarop weer. En nog eens de hele dag verder. En na afloop namen de twee Jannen ons mee naar een restaurant waar we aten en dansten en heel dronken werden. Tops vreemd met haar Jan, ik vreemd met mijn Jan. En slapen deden we helemaal niet. In het beginnend daglicht fietsten we katerig, maar hoogst voldaan terug naar Goes. Naar ons Antoinette die alles begreep en alles prachtig vond. Ook dat we haar adres hadden opgegeven aan de twee Jannen, die beloofd hadden ons heel gauw te schrijven. Ze gaf ons ontbijt en we fietsten naar huis, waar we weer moesten liegen en bedriegen over het leuke schoolfeestje. Maar nog dezelfde dag kwam het uit. We waren gesignaleerd in het café in Vlissingen. Twee bandeloze sloeries midden in de nacht op de dansvloer met zulk tuig als vlieren. De toren van mijn moeder was vreselijk. Ik zeg niks aan je vader, verklaarde ze. Maar dat mijn dochter zich ooit tot zoiets zou verlagen, waar heb ik dit aan verdiend? Ik zal de ouders van Tops vragen haar zo gauw mogelijk terug te halen. Dat was een bittere straf voor ons allebei. We huilden. Dat is de droesem na de wijn, riep mijn moeder. Er kwam geen brief van Jan. Tops kreeg ook geen brief van haar Jan. Onbegrijpelijk. We dachten toch allebei dat het voor eeuwig zou zijn. Dat we verloofd waren. We waren toch zo vreselijk verliefd allebei op onze Janne. En zij toch ook op ons. Dat hadden ze toch bewezen door ons voortdurend mee in de lucht te nemen. Tops verdween naar Den Haag. En na lang wachten kreeg ik een brief. Niet van mijn Jan, maar van de haarde. Van de andere Jan dus. Hij wou me graag nog een keer ontmoeten. Het merkwaardigste is dat ik daar geen enkele moeite mee had. Niet het gevoel had mijn vriendin te verraden door haar vriend af te pakken. Ook niet het gevoel had de verkeerde Jan lief te hebben. Wel nee, ze waren volstrekt verwisselbaar. Allebei piloten, allebei in het leer. We ontmoeten elkaar op slinkse manier. En nog een keer, en nog een keer. Soms vloog hij met zijn toestel heel laag, vlak boven de HBS waar ik met kloppend hart in zat. Ik durfde niet aan mijn medeleerlingen te vertellen dat het voor mij was. Ze zouden het niet geloofd hebben. Toen hoorde ik maandenlang niets van hem. Mijn eerste ongelukkige liefde. Op je 17e is een ongelukkige liefde ondraaglijk treurig. Ik besloot hem op te gaan zoeken. Ik wist zijn adres in Aalsmeer. Toen ik daar aanbelde, deed een mevrouw open. Haar man was niet thuis, zei ze. Kon ze de boodschap misschien overbrengen? Oh nee, dank u. Annie M. G. Schmid. Met brieven van een vliegenier. Dat vind ik wel leuk aan Annie M. G. Schmid. Dat als kind
ken je Annie Emre Schmid van Pluk en de Pettenflat en Dikkertje Dap. Maar die verhalen die ze voor volwassenen heeft geschreven, dat is echt een hele andere koek. Daar verbaast ze me iedere keer weer mee. Tenminste, ze bestaan al lang natuurlijk, voor u misschien ook al lang gesneden koek. Maar ik vind die verschillen zo mooi. Tijd voor een liedje. Dit is misschien wel het meest sentimentele liedje in het Nederlands over een brief. Mocht u een nog sentimentelere weten, laat het even achter in de berichten. Ben ik benieuwd. Dit liedje heet De Vlieger. Mijn zoon was gisteren jarig, hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Naar zijn bal, zijn fiets, zijn trein, nee daar keek hij niet naar om. Zijn vlieger was een alles, alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem mijn vlieger mee. In de ene hand zijn vlieger, in die andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief, ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Een brief aan een vlieger. Jawel. Ik zei het al, veel sentimenteler komen ze er niet. Maar ik vond het toch toepasselijk voor vandaag. Even kijken. Wat heb ik als volgende voor jullie in petto? Oh, natuurlijk. Het heilig bootje van de week. Hoe zou het ermee staan? Ik pak hem er even bij. Voor de mensen die nu de eerste keer kijken. Weken geleden hebben wij een gedroogde boon in een potje geplant. Tot die begon te ontkiemen en er wat begon te groeien. Vervolgens hebben wij, ik zeg wij, want mijn zoon en ik hebben dit gemaakt, hebben wij een bonendoolhof gemaakt waarin we het potje onderin hebben gezet, hierboven in een gaatje hebben gemaakt en nu zou die boom door het donker, door het doolhof,
zijn weg omhoog naar het licht moeten zoeken. We gaan eens kijken of de boom deze week wat verder is gegroeid. En eens even zien. Een klein stukje, dames en heren. Een klein stukje. Daar zien we hem. Het gaat niet bijster hard. Maar toch. Kijk, ja, het is moeilijk te zien voor u. Maar tot hier is hij nu. Hiero. Hij moet dus nog een behoorlijk lange weg afleggen om hier boven bij het gat te komen. Ik denk dat ik het hem iets makkelijker ga maken door deze en deze wat in te korten. Dan komt er toch wat meer licht in de doos. Hij krijgt nu al heel weinig licht, heb ik het idee. En zo is hij over een jaar nog niet uitgekomen. Maar wel mooi dat hij het doet. Hij groeit nog steeds. Hij is nog steeds niet dood. Het is toch leuk om na een week iedere keer weer even te kijken. Het is een soort cadeautje. Nou, als Jonathan, mijn zoon, straks thuis is van school, dan zal ik het hem meteen laten zien. En het plannetje voorstellen om iets meer licht in de doos te laten. Wie weet groeit hij dan toch iets harder. Zo. Tijd voor nog wat poëzie, zou ik zeggen. Eens even zien. Wat hebben wij in petto? Oh, wacht. Dit is mooi. Dit is geen poëzie. Toch, eigenlijk ook wel. Maar dit is een liefdesbrief. Het is een liefdesbrief van een zeer beroemde zanger. Een countryzanger, Johnny Cash. Amerikaanse countryzanger was dat. Die was getrouwd met June Carter. June Carter. Zij was ook zangeres. En zij waren een bijzonder koppel, wat veel in de publiciteit was in de tijd dat zij samen waren. En ze zijn door grote hoogtes en diepe dalen gegaan, dat heeft het publiek allemaal mee kunnen maken. Hij heeft prachtige liedjes voor haar geschreven, ze hebben samen gezongen. En hij heeft een liefdesbrief voor haar geschreven op de dag dat zij 65 jaar. En dat vind ik hier heel mooi aan, want liefdesbrieven die worden vaak aan het begin van een relatie geschreven. Hè? Als je elkaar net kent. Het mooie hieraan vind ik dat hij haar geschreven heeft op haar 65ste verjaardag. En dan ziet een liefdesbrief er vaak anders uit. Daar komt hij. Fijne verjaardag, prinses. We worden ouder en raken aan elkaar gewend. We denken hetzelfde. We lezen elkaars gedachten. We weten van elkaar wat we willen zonder een woord te wisselen. Soms irriteren we ons een beetje aan elkaar. Misschien vinden we elkaar zelfs wat vanzelfsprekend. Maar, zo nu en dan, zoals vandaag, sta ik er weer even bij stil hoe gelukkig ik ben, omdat ik mijn leven mag delen met de meest bijzondere vrouw die ik ooit heb ontmoet. Je fascineert en inspireert me nog altijd. Je hebt een positieve invloed op mij. Jij bent het onderwerp van mijn verlangen, de reden voor mijn bestaan. Ik hou heel veel van je. Fijne verjaardag, prinses. John. Brief van Johnny Cash aan June Carter. Carter, sorry, ik zeg het steeds fout. Mooie brief vind ik het. Ik heb twee zussen. En ik weet, een oudere zus en een jongere zus. En ik weet nog dat ik een kind was en dat mijn oudste zus op zolder een bijzonder pakketje had gevonden. Een pakketje, brieven in een envelop, allemaal, een stapeltje, met daaromheen. Klassieker kan het niet, een rood lint. En dat zijn alle liefdesbrieven die mijn ouders elkaar geschreven hadden in hun verkeringstijd. Want mijn moeder woonde in Tilburg, mijn vader in Nijmegen. Ze hebben elkaar in Tilburg ontmoet, omdat mijn vader daar, toen hij in dienst zat, gestationeerd was. Hij zat daar op de Willem II-kazerne
En op de Tilburgse kermis hebben ze elkaar ontmoet. Maar ja, ze konden elkaar natuurlijk niet dagelijks zien. Zeker toen mijn vader weer in Nijmegen woonde. Hebben ze elkaar dagelijks geschreven. Hè? Kom er nog maar eens om. Zo'n stapel liefdesbrieven heeft mijn moeder altijd bewaard. Prachtig. Mooi idee vind ik dat. En ze zijn nog altijd samen. Dus ja, wie weet lezen ze die brieven af en toe nog eens een keer. Ik zal het er eens vragen als ik er zie. Nou ben ik zelf niet zo van het bewaren van de dingen. Maar in deze koffer trof ik toevallig nog het een en ander aan. Ik heb nog een hele stapel aanzichtkaarten van toen Jonathan mijn zoon geboren werd. Dat is het enige aan post wat ik ooit bewaard heb, denk ik. Ik vind het altijd jammer dat ik niet meer bewaar. Maar dat is spijt komt achteraf. Kijk, hartjes met blauwe muisjes. Gefeliciteerd. Prachtige bloemen. Allemaal kaartjes die we gekregen hebben toen Jonathan geboren werd. En nog een kaartje wat ik bewaard heb. Vorig jaar ben ik 50 geworden. Een potje mosterd van Abraham. En deze heb ik bewaard omdat we hier thuis er zoveel lol om hebben. Ja, heb ik van mijn zus gekregen en haar man en kinderen. Nou ja, dat is het enige wat ik zelf aan post heb bewaard. Wat heb ik nog meer voor jullie om voor te lezen? Even kijken. Happy birthday to you. Oh ja, die brief van John hebben we net gehad. Dan heb ik hier nog een gedicht. Een kort gedichtje van Hans Dorrestein. Hans Dorrestein is een komiek, schrijver, een beetje een mopperkont. Iemand die een beetje koketteert met pessimisme, zoals je het misschien wel zou mogen zeggen. En ik vind het heel erg grappig daardoor juist. En hij heeft hier een gedicht geschreven. En dat is eigenlijk een briefje. En het heet Bericht aan mijn doodgraver. Heb geduld, ik kom beslist. Polijst alvast uw spade en maak wat gaten in de kist voor de wormen en de maden. Het is deze maand of volgend jaar. Zet ook wat luchtverfrissers klaar voor de verwachte stank. Bij voorbaat dank. Ja. Ik vind juist omdat hij zo donker soms over dingen kan schrijven, komt er juist die humor in. En dat vind ik er heel leuk aan. Ja. Kees van Kooten heeft ook een mooi verhaal geschreven over het schrijven van een brief waar hij maar niet toe komt, want hij wordt steeds ergens door afgeleid. Het verhaal heet dan ook Geachte Heer. Geachte heer, af en toe sta ik op uit mijn stoel en kijk uit mijn raam. Ze staan er nu al 3 kwartier. Ik kan het zien vanaf hier. Haar ken ik wel, maar die jongen is nieuw voor me. Zij is 15 en ze heeft een jaar lang zo'n bit van een American football helm gedragen om haar ontsnappende boventanden binnen te halen. Die kostbare maskerade heeft kennelijk het beoogde resultaat gescoord, want toen onze hond mij gisteravond mee uitnam en ik haar met de hunne ontmoette, groette ze me beleefd met alleen nog maar een binnenbeugel. Een over de boventanden gespannen zilveren draad, die op 6 à 7 plaatsen wordt onderbroken door een kwak corrigerende soldeer. Ik zei dat haar tanden er prachtig uitzagen en vroeg voorzichtig hoe lang die beugel nu nog moest blijven zitten. En zij antwoordde stralend, oh, nog een half jaar maar. De zon staat laag en het kan verbeelding van me zijn, maar ik meen dat ik bij die jongen met wie ze staat te praten ook iets beugelachtigs zie flikkeren. Zo te zien zijn het bij hem de ondertanden.
Gelukkig voor ze, denk ik. Als ze allebei een bovenbeugel hadden gehad, dan hadden ze onmogelijk goed kunnen zoenen. Ik schud deze platte volwassen gedachte meteen uit mijn hoofd, laat de vitrage terug op haar plaats ruisen en ga weer zitten. Pak wat papier en een stel enveloppen. Achter mijn voorhoofd lopen excuses zich alvast warm. Mijne heren, waarom ik u helaas niet eerder heb kunnen schrijven, komt door de lente, die mij denken doet aan zoenen. Waar die twee bijna aan toe zijn, dat zie je aan hun hele manier van staan. Ze zijn met de fiets bij wijze van excuus voor thuis. Zal ik even je brieven gaan posten, pa? Vorige winter sprak ze op dezelfde hoek vaak af met een jongen uit de straat hierachter. Planden ze het zo dat ze op een afgesproken uur allebei de hond gingen uitlaten. Soms wel 3 maal tussen uit school komen en naar bed gaan. Na een week wilde haar hondje niet meer. Zag je hoe ze hem moest meesleuren? Het was of zijn pootjes iedere dag een stukje korter werden. Ze droegen hem op het laatst. De hond van die vorige jongen zag dat hondje van haar niet zitten. Ja, niet agressief of zo, gewoon geen interesse. De eerste keer nog wel, een beetje geheig en gesnuffel, maar daarna elkaar niks meer te vertellen. Gingen ze met opzet elk aan een andere kant liggen en de andere kant op liggen kijken. Geachte heer dus, allereerst mijn excuses voor mijn late reactie op uw vriendelijke brief. Het is nog maar de vraag of mijn antwoord vanavond rondkomt. Want nu moet ik weer even uit het raam kijken, omdat het buiten lente is. En voor de hoeveelste keer nu alweer niet. Toch blijft zij altijd weer nieuw, de lente. Ondanks al die oude, steeds dezelfde dingen waar het hele avond weer van bemelt, als je goed kijkt. Zo staan er hier beneden dus een jongen en een meisje op de hoek. Ze zijn verliefd. Hun fietsen zitten vol met stickers die ze er deze week vanaf zullen peuteren. Alleen om elkaar gaat het hen nu nog maar. Ze zijn niet afgestapt, maar op hun fiets blijven zitten. Hij op de stang, met aan elke kant een balletje, want zo zat je het makkelijkst. Zij staat wijdbeens boven de haren en ze kneedt gespannen in haar handvatten. Hun voorwielen raken elkaar en af en toe zeggen ze wat. En daarna kijkt zij ongerust om zich heen of er nog niemand aankomt. Daar hoeft zij niet bang voor te zijn, want hun vaders en moeders zitten veilig voor de televisie. Als ze even niets weten te zeggen, praten ze met hun voorwielen. Die ze liefdevol tegen elkaar slaan. Per ongeluk, zogenaamd. Ze hebben zelf niet in de gaten dat die meppen steeds heviger worden. Over een kwartiertje zullen zij afscheid nemen met de belofte dat zij elkaar hier morgen weer zullen treffen. Dan zal ik weer voor ditzelfde raam staan. Uit het zicht, op mijn hoede en 30 jaar jonger. Die jongen. Die rijdt zo meteen naar huis en merkt na 100 meter dat er een slag zit in zijn voorwiel. En op het ritme van die golving zal hij binnensmonds haar naam scanderen. U wilt mij dus wel excuseren dat ik u nog altijd geen antwoord op uw schrijven heb kunnen geven, maar ik heb het nu even te druk met meeleven. Hoogachtend, Kees van Kooten. Ja. De brief die nog geschreven moet worden. Door Kees van Kooten. Ja, wel herkenbaar trouwens. Zo met je fiets staan, met z'n tweetjes, niks te zeggen hebben. En dan zogenaamd per ongeluk die voorwielen tegen elkaar laten slaan. Ja, ja, dat heb ik vast en zeker ook wel eens gedaan toen ik nog een hele jonge jongen was. En afscheid stond te nemen van een meisje, maar niet goed wist wat te zeggen en hoe het verder moest. We gaan afsluiten met een liedje. En
bij hoge uitzondering een Engelstalig liedje. Gewoon omdat ik het leuk vind. Het liedje heet The Ladder. Ik ben even kwijt van wie het origineel ook alweer is. Nou, ik kom er misschien zo nog op. Mocht u het herkennen en weten van wie dit lied origineel is, laat het maar even weten via de berichten. Het is volgens mij door veel mensen gecoverd. Nou, goed, ik kom er zo misschien wel op. Daar gaat hij. Get me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going on, cause my baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going on, cause my baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I gotta get back to my baby once more? Anyway, get me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going on, cause my baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I gotta get back to my baby once more? Anyway, get me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going on, cause my baby just wrote me a letter. Cause my baby just wrote me a letter. Cause my baby just wrote me a letter. Nou twijfel ik of het nou the letter of a letter volgens mij het laatste is. Alfa doet er niet zoveel toe. Ik weet nog steeds niet van wie het origineel is. Mocht u het thuis nou wel weten, laat het alsjeblieft even achter. Ik ben heel benieuwd. Dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie er weer een hele mooie week van gaan maken. Ik ga mijn best doen. Ik ben trouwens bijna klaar met de grote schoonmaak in de keuken. Dat zijn dingen die je nu doet. Vandaag nog even de laatste hand leggen aan het aflakken van de keukentafel. Nou, hebben jullie nog tips waar ik me de komende week mee bezig kan houden? Laat het me weten. Ik heb een tip voor jullie. Pak eens een pen, papier en een envelop en schrijf eens een brief. Ga deze week eens een brief schrijven of een kaartje. En dan het liefst aan iemand die het niet gaat verwachten. Dat is volgens mij het allerleukste. Ik ben benieuwd. Als jullie nou een leuke brief aan iemand gaan schrijven, laat het me even weten. Heel veel plezier daarmee. En schrijf nou onderaan die brief dat je graag een brief terug wil. Want wat is er nou leuker dan een brief ontvangen, mits het een leuke brief is. Oké. Heel veel plezier daarmee en tot volgende week. Dag!